Het coronavirus grijpt in Rusland de laatste weken weer snel om zich heen. Dat komt volgens de autoriteiten door de zeer besmettelijke Delta-variant. Sinds juni loopt het aantal besmettingen snel op. En die cijfers blijven de komende tijd waarschijnlijk nog stijgen. Want met het vaccineren gaat het nog niet zo lekker in het land. Op dit moment heeft zo'n 15% van de Russen minstens één vaccin gehad. In vergelijking met andere landen is dat aantal erg klein. En dat niet omdat de vaccins er niet zijn, maar omdat de mensen het niet willen. Dat komt door het gebrek aan vertrouwen in het in eigen land geproduceerde vaccin Sputnik V. Het lage vertrouwen in de overheid en de snelheid waarmee het vaccin op de markt kwam zorgen er dan ook voor dat 62% zegt dit vaccin niet te willen krijgen. De Russische overheid probeerde dit cijfer nog omhoog te krijgen door auto's en boodschappen als prijs weg te geven voor iedereen die zich in juni liet vaccineren. Maar het doel van 30 miljoen vaccinaties voor medio juni werd niet gehaald. Dus gooit Moskou het over een andere boeg. De stad verplicht bedrijven in een aantal sectoren ervoor te zorgen dat 60% van hun personeel is ingeënt. Het gaat om ambtenaren en mensen die in bijvoorbeeld het onderwijs of de horeca werken. Bij weigering kan er ontslag volgen. De eerste prik van deze werknemers moet voor 15 juli worden gezet. Deze verplichting zorgt voor nieuwe hits op de zwarte markt in Moskou. Het kopen van een nep vaccinatiecertificaat. Volgens Forbes zijn er in de eerste twee weken van juni maar liefst 500 websites aangemaakt die deze certificaten aanbieden. De autoriteiten zijn bezig deze verkoop aan banden te leggen.